Nederlandse Nobelprijzen worden ze wel eens genoemd. De Spinoza-premies. De NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kent ze jaarlijks toe aan 3 of 4 in Nederland werkzame onderzoekers. De laureaten behoren naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap. Hun onderzoek is baanbrekend en heeft een grote uitstraling. En ze zijn een inspiratie voor jongere onderzoekers. Dit jaar viel Teunis Piersma, hoogleraar trekvogel-ecologie, in de prijzen. Hij krijgt de Spinoza-premie, 2,5 miljoen euro, vrij te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik besteed mijn leven aan wetenschap. En als je de kans krijgt het nog mooier te doen, of beter te doen, want er zijn altijd middelen voor nodig en dat komt, dat is natuurlijk fantastisch. En het is ook een enorme, beloning. Daar doe je het niet voor, maar dat is wel gek als het gebeurt, moet ik zeggen. Teunis Piersma bestudeert trekvogels. Vooral watvogels en weidevogels als de grutto en de kemphaan. Vogels die een deel van het jaar in ons land verblijven, maar overwinteren in Afrika of Zuid-Europa. Wat we al eerder ontdekt hebben, is dat die vogels enorm flexibel zijn. Misschien de geesten, maar in ieder geval de lijven, die zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Omdat ze iets moeten, of omdat de omgeving verandert. Dus als je een vogel in de hand hebt, dan heb je de vogel in de hand op dat moment, op het moment dat je het vangt. En als je hem op een ander moment van het jaar in de hand zou hebben, dan is het een heel andere vogel. En die veranderingen, die strategisch kunnen zijn omdat je ergens anders heen gaat, of die afgedwongen wordt omdat de wereld om je heen verandert, dat is een soort algemene fascinatie van me. De Spinoza-premie maakt het voor Piersma mogelijk om verder onderzoek te doen naar de rol van omgevingsfactoren tijdens de groeifase van trekvogels. In hoeverre bepalen jeugdervaringen hun latere keuzemogelijkheden? Zijn vogels met veel ervaring beter in staat om zich aan te passen aan een veranderende wereld? De reden waarom de tijd er nu geschikt voor is, is dat we voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis kleine vogels hun leven lang kunnen gaan volgen. En dat was eigenlijk nooit mogelijk. De spullen waren er niet, de apparatuur was er niet. Dan kun je zeggen, oké, dan zet ik daar een satellietzender op. En dan ga ik achter mijn bureau zitten en dan kijk ik. Iedere dag komt er dan een vuiltje binnen en dan kijk ik wat het beest is. Dat is eigenlijk maar één onderdeel van het proces, dat realiseer ik me. Je moet dan ongelooflijk energie zetten, volgens mij, in het vervolgens gaan naar al die beesten die je kent. En zorgen dat je hun context weet. De afgelopen 50 jaar is de nadruk heeft enorm op de genen gelegd. Maar wat denk ik enorm onderschat is, zelfs in de ecologie, is de rol van de omgeving. Dus we zijn in de ecologische, biologische wetenschap een beetje zelflimiterend geweest, door zo enorm de nadruk te leggen op die genen. Dat is wel begrijpelijk, omdat dat een beetje een exacte wetenschap is. En de ecologie heeft veel meer groezeligheid en zo, om daar een exacte wetenschap van te maken. Ik vind het fantastisch om groezeligheid te omarmen en om daar dan toch de grote lijn in te vinden. Groente en fruit. We weten allemaal dat het goed voor ons is. Toch eet lang niet iedereen er voldoende van. De afdeling Sociale Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een app ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun groente- en fruitconsumptie. Dit is de app om groente- en fruitconsumptie van mensen te stimuleren. Mensen kunnen zich inschrijven en ze vullen dan enkele vragen in via de app. Daarna krijgen ze een persoonlijk advies wat ze kunnen luisteren of lezen. Jij geeft aan dat je voldoende fruit eet. Dat is goed. Probeer hiermee door te gaan. Maar het is belangrijk om in je eetpatroon ook voldoende groente op te nemen. En het leuke is, in deze app, een deel van de mensen die krijgt deze informatie te luisteren. En een ander deel van de mensen krijgt deze informatie te lezen. Omdat we juist willen kijken wat effectief is en voor wie. Mensen kunnen een actieplan maken, ze kunnen recepten bekijken. En zo hopen we dat we de groente- en fruitconsumptie van mensen kunnen stimuleren. Ja, mensen vinden het leuk. Ik hoor goede reacties. En zelfs een aantal recepten die zijn gemaakt. Dus leuk om te horen. De app is nu niet meer te downloaden. Eerst moet het onderzoek verder worden uitgewerkt. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG heeft een van de uitgebreidste zadencollecties ter wereld.
zaden van landbouwgewassen, kruiden en bloemen, alles is er te vinden. Van over de hele wereld en soms duizenden jaren oud. Het is een van de schatkamers van de universiteit, waar onderzoekers veel mee kunnen. Het bijzondere aan deze collectie is dat die behoorlijk omvangrijk is. We hebben hier een collectie die uit recente zaden en vruchten bestaat. Op dit moment zijn er zo'n 35.000 buisjes en potjes in de collectie die ook allemaal in de database staan. En dat gaat zowel om wilde planten als om economische planten. Planten die worden gebruikt als voedsel, om bouwen, om gereedschappen van te maken. En daardoor hebben we dus van een bepaalde soort ook meerdere exemplaren. Als voorbeeld koriander. De linker die komt uit Egypte, typisch mediterraan, grote ronde zaden. De middelste die komt uit Irak en de rechter die is langwerpig en groot. En dat is kenmerkend voor vruchtjes die in Pakistan en India worden verbouwd. Wat wij bijvoorbeeld tegenwoordig doen is we gaan ook kijken naar hoe voedsel gemaakt werd. Dan heb je niet alleen één buisje nodig met een paar zaden. We willen ook weten in welke bewerkingsfase een bepaald zaad vertegenwoordigd is. Dus we verzamelen gewoon in die zin gewoon hele voedselprocessen. René Kappers gaat regelmatig op onderzoek uit om vast te leggen hoe de oude gewassen op een traditionele manier verwerkt worden. In eerste instantie hebben we dan te maken met gewoon materiaal wat in deze buisjes zit. Een student die vindt een bepaald graan en dan moet je uiteindelijk kunnen aantonen of het bijvoorbeeld emmertarwe is of bedekte gerst zoals in dit buisje zit. En een ander aspect is dat we ook willen weten wat ermee gedaan is. Dan praat je eigenlijk over de productie van broden, waarvan er hier twee aanwezig zijn in de collectie. Die zijn we dus ook aan het verzamelen. En die zijn dus vorige week in Kreta gebakken op grote schaal. En dat is eigenlijk een vorm van voedselproductie die we dus tegenwoordig eigenlijk niet meer veel tegenkomen, maar voor de interpretatie van het verleden wel heel relevant zijn.